Hallo lieve mensen, dit is Lumeria met het weekendbericht van 28 en 29 mei. En we hebben een karmisch weekend. We hebben eerst zaterdag de 28ste, is een 75-12-3 dag. Dat is gewoon een lekkere dag om bezig te zijn. Ik wil morgen even, we hebben hier niet een zolder op het huis, maar we hebben een zolderkamertje en die moet nodig opgeruimd worden. Dus daar wil ik. En natuurlijk de was en andere dingen. Dat is gewoon zo'n lekkere dag dat je denkt van, ach, we gaan van alles even doen. Alles mag en niks hoeft. Muziekje aan. Heerlijk. Zondag is een karmische dag. En dat is een 76-13-4 dag. Dat is een dag waarop er hele pittige gesprekken binnen een relatie of een gezin kunnen plaatsvinden. Waarin je best ook wel eventjes tegen elkaar kan zeggen van, dit zijn mijn grenzen, tot zover ga ik. Of dat je zegt, nou, laten we opnieuw beginnen of laten we dit doen. Is een open dag om echt kracht bij te zetten, om zaken te starten of definitief af te sluiten. Dat je een heel mooi gesprek hebt over een onderwerp. En dat je ook zegt, oké, nou, mooi dat we dit besproken hebben en nu laten we het compleet achter ons. Is ook mooi, hè? Het is ook een 29-dag. Dat is ook weer een meestergetaldag. Dus zondag is best wel een hele interessante dag qua numerologie om daarna te kijken. Wat gebeurt er op die zondag, ook op het wereldtoneel? We hebben net van alles al meegemaakt. Hou het in de gaten. Dit weekend is best wel belangrijk wat er op het wereldtoneel gebeurt. We gaan een kaart voor het hele weekend. Oh, dat is het zeepaardje. Maar gisteren de zeester, hè? Neem waar en wacht. Oh, dat is zo fijn om. En het is ook een meestergetal nummer 66. Dat is ook dat getal van huis, gezin, communicatie. En het zeepaardje zegt, wacht maar even. Observeer. Dat zeg ik ook heel vaak tegen jullie, hè? Observeer. Ga in die helikopterview, kijk wat er in de wereld gebeurt. Je hoeft niet altijd deel te nemen, maar als je weet dat het hele bijzondere dagen zijn, dan kan je juist oplettend zijn met wat er gebeurt. Zo met hemelvaart gingen heel veel mensen, plotseling heel bekende mensen, heel veel in één keer echt hemelvaart doen. Ik ga zo even zitten. De boodschap van een zeepaardje. Neem waar en wacht. Schijnbaar zwevend kijkt het zeepaardje vanaf een afstand naar alles wat er om hem heen gebeurt, zonder betrokken te raken bij de turbulentie. De spirit van het zeepaardje verschijnt om je eraan te herinneren dat je neutraal moet blijven en perspectief moet houden. Hij brengt je de boodschap, niet mijn pakje aan. Spirit wil dat je weet, zelfs als je nu in de verleiding bent om je in de strijd te storten en de dingen op te lossen, je het beste kalm, beste voor jezelf en voor anderen kunt zorgen door kalm te blijven. Neem simpelweg waar en wacht af. Dat is heel belangrijk, lieve mensen. Deze kaart vertelt je ook, wat het probleem ook is, je een stapje terug moet doen. Dan zie je het namelijk beter. Wees bereid om het eens van de andere kant te bekijken. En dan te zien wat de mogelijkheden zijn. Vanuit het standpunt van een neutrale toeschouwer zul je talloze mogelijkheden ontdekken en een dieper begrip krijgen voor wat je zoekt en waarom. Maar nog belangrijker dan dat zal de boodschap van het zeepaardje je schoonheid, waarheid, liefde en wijsheid brengen. Soms is het ook wel handig om een notitieboekje te hebben, dat je even wat dingetjes opschrijft, niet wat ik vertel hoor. Maar gewoon wat je opvalt in de media of op social media, storingen die er zijn. Dus dat kan je ook helpen om inzichten te krijgen. Ook je hersenspinsels, heerlijk. Nou, ik wens jullie een heel mooi weekend. Ga lekker genieten van de muziek. Ga lekker binnen van elkaar genieten. Want met het weer wordt het nog niet beter. Maar dat komt eraan. Dag lieve mensen.